Ja, luisteraars, ahoy. Aanstaande zaterdag in Dr. Kelder & Co. gaan we het hebben over... Henry, ga eens even naar beeld. Gaan we het hebben over de gasbel. Althans, de gasbel die we nu hebben afgeschaft. Hij wil er niet meer uit, sorry. Het is niet anders. Het gemak waarmee de gaskraan weer dichtgedraaid verbaasde mij. Eigenlijk met een moedig politiek besluit. Maar vervolgens ging het niet over dat andere pijnlijke feitje. Op termijn gaan we 100 miljard derven aan inkomsten. Met andere woorden, we hebben 100 miljard minder voor de welvaartsstaat. En wie gaat dat nu betalen? Wie gaat sowieso die hele energietransitie betalen? Waar de schattingen variëren van enige tientallen miljarden tot in ieder geval 700 miljard. Dus ongeveer wat we met z'n allen per jaar verdienen in één keer plop. Omdat we even omgaan voor duurzaam. Dus de wereld overleeft, maar we gaan er zelf aan. Dat en meer aanstaande zaterdag in Dr. K.